Ben je echt onzeker? Heb je het idee dat je dan mensen gaat teleurstellen? Ik ben loei-onzeker. Echt? Ja, absoluut. Ja, altijd. En ik vond ook eigenlijk niet per se spelen zelf niet per se zo leuk, maar het maken van films vond ik fantastisch. Ja. Is dit ook een reden waarom je maar naar de toneelschool bent gegaan? Ja, dat was eigenlijk een nieuwe dip in of ik nog wel wist of ik dit wel wilde. Oh nee! Welkom bij een nieuwe aflevering van Dook Duikt In van Club Next. Elke week heb ik een gast die het op zijn eigen creatieve manier doet. En deze week is het Gijs Blom. Je bent begonnen ooit in Sonny Boy. In Jongens heb je gespeeld. Ben je ook genomineerd voor een Gouden Kalf. In Netflix-serie The Letter for the King. Als ik dan zo'n beetje jouw cv zie, denk ik, malord. Echt heel veel. Ook heel veel buitenlandse dingen. Wilde jij altijd al acteren? Ja. 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 Ja, kijk, mijn moeder die is actrice, maar zij staat vooral in het theater. Mm-hmm. Dus ik heb vanaf kleins af aan het meegekregen, het vak. En ik zat altijd naar mijn moeder te kijken, haar te bewonderen vanuit de coulissen. En dat was echt bij hele kleine theaterkindervoorstellingen, maar ook bij hele grote Joop van de musical producties. Dus ik was wel helemaal in awe door die wereld. Door die wereld. Dus ik heb dat altijd prachtig gevonden en toen ik heel jong was wilde ik dat ook zelf, niets liever dan dat. En dat heb ik toen ook, ik ben vrij jong begonnen, ben ik dat ook gaan doen. En toen is er ook wel een tijd geweest dat ik er helemaal klaar mee was. Ja? Ja, ik was zo klaar met die audities doen en die onzekerheid en ik wilde gewoon de andere dingen doen. Maar dat heeft niet heel lang geduurd, want net daarna kreeg ik toen voor het eerst een grote rol in een speelfilm. En meteen daarachteraan snel nog één. En toen was de knop echt om. Toen was de knop om. Ja, toen was het echt duidelijk van dit is wat ik wil. Ik word helemaal mentaal ook een beetje overgenomen door een project. Als ik er echt in zit. Dat ik er echt hard in heb en het geluk is dat ik de afgelopen, met de dingen die ik afgelopen 2 jaar heb mogen doen, met alles echt volledig met mijn hart erin zat. Ja. Maar dat heeft wel consequenties gehad. Wat waren die consequenties? Nou, gewoon dat ik ook wel wat sociale contacten kan laten verloederen. En dat is niet chic. Nee. En daar probeer ik beter mee om te gaan en soms lukt dat en soms schiet je weer terug in oude gewoontes. En, ik weet niet, op de een of andere manier, het kan me gewoon zo overnemen. Want het is ook wel zo vet. Mm-hmm. Weet je, zo'n slag om de Schelde is gewoon een droomproject. Een van de dingen die je gedaan wil hebben als je droomt over acteur zijn. En dat ik dat nu al mag zeggen, dat ik dat dus gedaan heb. Ja. Ja, dat. Kan je kort uitleggen waar de film De Slag om de Schelde om gaat en wat jouw rol daarin is? De Slag om de Schelde gaat over de Tweede Wereldoorlog. We volgen daarbij een Zeeuws meisje, gespeeld door Suzanne Radder. Zij werkt voor een NSB-burgemeester en is eigenlijk gewoon, doet maar gewoon, die collaboreert gewoon uit eigen veiligheidsoverwegingen en voor haar gezin. Tweede lijn is een Engelse gliderpiloot die op weg is naar de Slag om Arnhem, maar wordt neergeschoten en in Walcheren terechtkomt, in dus bezet gebied, en zijn weg terug moet vinden naar de geallieerden. En de derde lijn, dat ben ik. Dat is Marinus. En Marinus is een NSB'er die zich aan heeft gesloten bij de Duitsers en om tegen de communisten te vechten in het oosten, aan het oostfront. Maar uiteindelijk weer in Nederland gestationeerd wordt en in een totaal gewetensconflict terechtkomt. Want ineens beseft hij, of ineens, hij wordt geconfronteerd met het feit dat hij de vijand en de bezetter is en niet de bevrijder. Ja. Wat hij dacht toen hij naar het oosten vertrok, want hij dacht voor de Nederlandse vlag te gaan strijden tegen het communisme. Ja. Maar dat zit toch anders in elkaar. Het is nogal een rol. Hoe heb je in hemelsnaam voor deze rol voorbereid? Lang.
heel lang en heel intensief. Ik heb me voorbereid. Dingen die ik belangrijk vond waren... Ik wilde dat wanneer je in die gevechtsscène zit... Want dit is echt de eerste Nederlandse film waarin we echt die grote gevechten zien. En ik wilde dat je dat zou geloven. Dus als je naar die soldaten kijkt... Dat je echt voelt dat ze in levensgevaar zijn en dat elk moment gewoon dood neer kunnen gaan. Dus daar ben ik voor gaan voorbereiden. Daarvoor ben ik sowieso een beetje gaan sporten om fysiek... Een beetje in de buurt te komen. Een beetje in de buurt. Niet fysiek van een stoer, want ik wilde helemaal geen stoere jongen neerzetten. Ik wilde juist... Ik vond het juist zo vet dat ze ervoor hadden gekozen om dit vanuit... het perspectief van zulke jonge mensen te vertellen. Dus ik wilde dat eigenlijk aanzetten en mezelf zo jong mogelijk maken. Dus ik ben gaan sporten niet om aan te komen, maar om af te vallen. En die mensen, die soldaten ook allemaal aan dat oostfront, die krijgen echt niet goed te eten. Nee. Dus dat wilde ik ook gewoon laten zien. Maar ook fysiek gewoon, want je doet heel veel takes. En je bent gewoon echt lang bezig. En het is een zware uitputting. Maar die angst wilde ik laten zien. En hoe voelt het nou? Vooral om in gevecht te zitten en die doodsangst uit te staan, maar ook om te wachten in die loopgraaf. Hoe heb je dan mentaal hierop voorbereid? Want fysiek inderdaad, maar het is nogal, je moet eigenlijk geloven, wij moeten ervan geloven dat je denkt, ja, die jongen doet toch iets goeds. Je moet met hem mee kunnen. Hoe heb je dat gedaan? Ja. Daarvan was het doel eigenlijk vrij simpel. En duidelijk, ik moet van mijn eigen oordeel af. Dus je moet gaan begrijpen hoe ze dachten. Dat is heel veel lezen eigenlijk. Historische boeken, fictieboeken. Ik heb uit al die dingen gepakt wat voor mij het meest resoneerde. En daar een verhaal van gemaakt. Dagboekfragmenten over geschreven. Foto's gepakt die daar voor mij bij paste, zodat ik, wanneer ik daar sta, volledig geloof wat Marinus gelooft. Ja. En je zei net ook al dat je je helemaal kan verliezen in een rol en in een project. Ja. Was dat hier ook het geval? Ja, zeker. Ja. Zeker. En dat was al, wat ik net zei, dat gaat dan over voorbereiding. En daar zit ook gewoon een ontzettend groot stuk onzekerheid bij. Want je wil niet teleurstellen en je wil gewoon, mensen gaan dit zien. Heb jij het idee dat je dan... Ben je echt onzeker? Heb je het idee dat je dan mensen gaat teleurstellen? Ik ben loei onzeker. Echt? Ja, absoluut. Ja, altijd. Huh? Ja, ik heb gisteren nog een auditie gehad. Ik ben er nog steeds zo onzeker over. Dat is echt? Ja, zeker. En ik bijt me vast in dat iemand een keer tegen me zei... dat wanneer je niet meer onzeker bent, dat je moet stoppen. Dus dan denk ik, oké, het is goed. Ja. Blijkbaar dan. En ik snap die uitspraak ook wel, maar dat is geen... valse bescheidenheid. En waar komt dat dan vandaan? Want zeker als je dan ook... Je hebt voor Netflix gefilmd. Je hebt al zoveel gedaan. Waar komt dat dan toch vandaan? Wat zegt dat? Met alle respect. Iemand die heel veel gedaan heeft... Hè, dat per definitie dat hij ook heel goed is? Er komen zoveel factoren bij kijken... bij wie uiteindelijk die rol speelt... Er zijn mensen die auditie hebben gedaan voor dezelfde rol als ik. En die misschien wel 10 keer zo goed kunnen spelen. Maar die gewoon totaal niet fysiek lijken op wat ze zoeken. En dat ik het dan toch krijg. Zo gaat het ook. Ja. En daarmee wil ik niet mezelf teniet doen. Nogmaals, geen valse bescheidenheid. Maar ik ben wel bewust van wat er allemaal bij komt kijken. En ik vecht keihard voor zo'n rol... niet alleen in de voorbereiding, zelfs bij de auditie. Hoe heb je je dan hier voorbereid op zo'n auditie? Ja, ook eigenlijk nagedacht over alle mogelijke opties die ze van me konden vragen tijdens zo'n auditie. En dat allemaal uitgewerkt. Dat boek, dat was ik toen al aan het lezen. Allemaal aantekeningen maken. Nou, dat spreekt volgens mij ook wel... dat getuigt ook al wel weer van onzekerheid. Dat je er al zo mee bezig bent. En dan krijg je het ook nog een keer. Dus dan begint eigenlijk... Ja, uiteindelijk wel. Is dit ook een reden waarom je maar naar de toneelschool bent gegaan?
Ja, dat was eigenlijk een nieuwe dip in of ik nog wel wist of ik dit wel wilde. Oh nee! Ja, maar dat kwam ook omdat, kijk, die kwam uit iets anders. En dat was toen ik, volgens mij 16, 17 was, ging het een jaar echt heel lekker. Toen had ik 4 hele vette films te pakken. Die ook nog eens allemaal in hetzelfde jaar uitkwamen. Dus het was heel maf. Maar toen ging dat heel goed. En het voelde alsof het soort van vanzelf ging. En toen daarna ging dat weg. Ik kwam ineens niet meer uit de voeten met teksten. En ik snapte scènes niet meer. Ik snapte, kort gezegd, niet meer hoe ik moest spelen. En draaidagen waren niet meer leuk en spannend. Maar waren vooral werden een groeiende berg frustratie. Vooral naar mezelf. En toen dacht ik ook, ja, ik weet niet of ik dit nog wel moet doen. Dat besef gaf me het idee als ik kan dit niet zomaar zo snel opgeven. Dus misschien moet ik er toch aan geloven en me aanmelden voor de audities waar ik gewoon ook... Ik dacht dat dat niet een omgeving voor mij zou zijn. Ik had nooit een theater, jeugdtheaterschool had ik allemaal niet gedaan. En ik vond ook eigenlijk niet per se spelen zelf, niet per se zo leuk. Maar het maken van films vond ik fantastisch. Ja. Dus ik dacht dat is niks voor mij. En ik was ook gewoon heel bang. Maar ik wil niet mensen ontmoedigen trouwens die dit kijken. Want het is ook super leerzaam. En het is ook heel leuk. Want ik heb er wel elke dag met heel veel plezier naar teruggekeken. En het heeft wel ook, het was bij die auditie dat we weer echt gingen werken aan een scène zonder dat er tijdstuk was van er moet een eindresultaat zijn, want we stonden niet op een filmset. Ja. En toen ging, volgens mij Elsie de Brouw ging er met ons aan werken. En toen dacht ik ook, wow, wat is dit leuk. Daar kwam ook wel echt het plezier weer terug. En weer een soort van, ik zag weer van, oh kijk. Ik voelde niet langer enkel de frustratie van ik kan het niet en het lukt niet. Maar ik zag ook van wat de weg was om het te leren. Dus ja, als je erover nadenkt om auditie te doen, doe het. Doe het maar wel. Doe het, ja zeker. Ja. Het is ontzettend leerzaam. Heel erg bedankt, fijn dat je er was. Ja. Heel fijn. De Slag om de Schelde, die is binnenkort te zien. We weten nog niet precies wanneer, maar dat die er komt, is zeker. En hou onze socials in de gaten voor al die informatie. Wil je nou meer zien van Doak Duikt In? Klik dan hier. Wil je meer zien van Club Next? Klik hier. En wil je abonneren? Klik dan hier.